Een hele goede dag weer. De derde opname van ATS. En ik heb een nieuwe vrachtwagen. Ik heb het geluid trouwens ietsje aangepast. Ik heb desktop audio iets teruggezet. Dus ik hoorde in de vorige file af en toe toch wel een beetje wegviel. Dus dat is ook nog een beetje uitvogelen. In ieder geval is de kwaliteit van de microfoon al een stuk beter. Daar ben ik al blij mee. En de rest komt vanzelf. Dit is mijn nieuwe vrachtwagen. Een Freightliner Inspiration. Normaal heeft die paarse weer lelijke wielen eronder zitten. Die heb ik eraf gehaald. Maar een beetje wat meer gestroomlijnde vrachtwagen. En hier zitten zoals je ziet heel veel opties op. Die kunnen wel uit, die hebben we nou niet nodig. Ook van binnen zie je dat het wel een redelijk high-tech vrachtwagen is. Een cameraatje op de spiegels. Er zit een CW-radio in. Een dashcam. Ja, dat zijn allemaal accessoires. En hij is van binnen ook lekker ruim. Nou ja, laten we in ieder geval gaan rijden. Ik dacht, ik ga toch nog even een opnametje doen. Ik zou dit eigenlijk morgen doen en dan ook morgen weer uploaden. Maar dan heb ik hem vast. Dan kan ik morgen nog weer even andere dingen doen en morgenavond de volgende upload maken. Ik ga morgen nog wel eens even kijken als ik tijd heb met ATST, wat het nou is met het crashen van het systeem als ik met de veerpont overga. Niet eerder meegemaakt. Deze vrachtwagen is een beetje getuned en opgevoerd. Ik geloof een 680, 690 pk motor in. Hij rijdt goed. Het enige wat er niet in zat was een 18 versnellingsbak met retarder. 14 speed in. Dat is, dat vind ik nog steeds wel het nadeel van ATS. Het is allemaal wat minder uitgebreid dan ATS. Ik weet dat het allemaal nog maar komt. Volgens mij is de bedoeling dat ze straks heel Amerika en Canada in de map in het spel willen hebben. Er zullen ook vast nog meer vrachtwagenmerken bij komen. Het zal wat lastig liggen met licenties of zo, ik weet het niet. Dus tot nu toe moeten we het doen met mods. Standaard, je ziet twee merken standaard in het spel. Je hebt Peterbilt en je hebt Kenworth.
maar ze zijn allemaal ik kan er niet echt veel aan updaten. Ik kan er geen leuke accessoires tegenaan smijten. En dan zijn, heb ik ze al wel gezien, er zijn mods beschikbaar. Ze hebben al een paar reworked versies van de Canberra T680, geloof ik dat het is. Maar ik had liever gezien dat in-game spul, net als in ATS 2, ook gewoon leuk uit te breiden was. Leuk aan te kleden. Ja, en dat mis ik wel een beetje. Deze heeft gelukkig genoeg aan boord waar je wat mee kan doen. Het enige wat ik hier niet heel erg snap zijn die twee spiegels hier binnen op de raamstijl. We hebben hier eentje en de andere kant heeft hem ook. Hij heeft ook een achteruitrijcamera. Maar in feite gewoon bij elke andere vrachtwagen je rechter buitenspiegel is. Dus je kan vinden dat het zien. Dit is de achteruitkijkcamera. Ja, die kijkt nu tegen de trailer aan. Als ik dan even doorklik, dan krijg ik wel de linkerspiegel. Maar ja, dat is weinig zin. Die zie ik wel. Doorgeklikt is de camera weg. Doorgeklikt is de spiegel weg. Dus je hebt geen rechter buitenspiegel meer. Dat is toch wel handig om die in je scherm te hebben. Nou ja, die kan niet alles hebben. We zijn onderweg naar Sacramento. Rijden voor Kraft Heinz. En ik probeer hem nu eens foutloos te doen. Als ik een cruise control activeer, dan verandert het dashboard. Tel het weer in beeld, metertjes. Als ik hem erop zet, dan is het weg. Best apart. Ik weet niet of deze vrachtwagen in het echt ook rondrijdt in Amerika. Ik weet niet of thuis in de Amerikaanse vrachtwagen. Zijn dat het een studiemodel is of is geweest, of het inmiddels wat ouder rijdt is. We rijden dus naar Sacramento, dat ligt wat noordelijker. Californië.
Voor als je dit nu zit te kijken, dan zal het woensdag zijn. Nu dinsdag. Dat zou logisch zijn, hè? Volgende week dinsdag hebben we glasvezel internet en ik wil eigenlijk, als het lukt, dinsdagavond een livestream eruit gooien. Ik weet niet hoe lang. Ik weet ook niet hoe laat we starten. Het ligt ook een beetje aan hoe de avond verloopt, aangezien het dan ook avondvierdaagse is. We zullen zien en anders hebben we zeker in het weekend gaan we zeker live. Maar ik denk dat de dinsdag gaat ook wel kunnen. Nou, we zijn er bijna bij. Losplaats. Eens kijken of ze hier een beetje ruimte hebben voor trailers. De keer dat ik bij een Walmart was, moest hij daar ergens staan. Nou, gaan we eens kijken. Eerst vragen we altijd waar we hem hebben. Daar dus. Ah, ik kan ook niet om de winkel heen. Een gedoe worden, want de klant verwacht zijn levering ook nog zeer binnenkort. Dat ik hem daar neer. Zo, goed trucje. Niet in die paal hangen.
10 jaar achteruit. Of zo. En afkoppelen met die handen. Dat is wel een dingetje hier, krappe plekjes en dan met zo'n gevangen te achteruit sturen. Daar gaan we nog wel even aan werken, maar niet nu. Voor nu bedankt jullie voor het kijken. Vond je het een leuke video? Geef even een blauw duimpje, vind ik leuk. Dat helpt het kanaal ook een beetje. We beginnen pas net, dus we gaan nog veel meer doen. Wil je toch meer van mijn video's zien? ATS 2, ATS, Farming Simulator en misschien nog wel wat meer. Flight Simulator zit er ook nog ergens een keertje in. Druk even op het abonneerknopje. Voor nu bedankt voor het kijken en tot de volgende.